vrouw eerst. Zeker, altijd. Hoe ging het vandaag, Jill? Zwaar. Ik had de eerste 5 kilometer had ik een mooi groepje en dat ging eigenlijk heel goed. Yeah. En toen op een gegeven moment schoof ik door en versnelde ik ietsjes te hard. En toen ging ik er echt helemaal aan. Dus en toen merkte ik ook wel dat het warm was en veel wind stond. En ik heb een blaar onder mijn voet. Die is zo groot als de Benelux ongeveer. Oh nee. Met Luxemburg erbij? Nou, ik denk dat. Dus dat was laat de laatste. Zien dan. Nee, het is helemaal ingepakt bij de EBO, joh. Maar ik ben wel heel tevreden. Het was wel echt heel zwaar en ik dacht ook onderweg van, ik kan niet meer, ik moet uitstappen. Maar uiteindelijk met al het publiek langs de kant dacht ik, ik kan het niet maken. Dus toch een finish. De laatste 600 meter nog wel wat versneld. En tweede, dus hartstikke goed. Ja, nee, tuurlijk, dat is ook zo. En onderweg is dat ook nog wel hetgene wat je laat gaan, waardoor je blijft lopen. Ja. Want dat je denkt van, die zilveren medaille wil ik dan nu ook wel naar binnen hengelen. Ja, tuurlijk. Niet nog derde worden straks. Ja. Nou, het ging super. En bij jou, jij bent derde geworden. Ja, hoe ging het? Ging goed. Ik denk PR van 43 seconden, dus... Wauw, serieus? Matig. Zullen we hiermee stoppen? Nee, het ging... Het brak bij 5, 6 kilometer. En toen kwam ik in mijn eentje te lopen. Dus dat was balen, maar ik kon goed doortrekken. Toen zakte Roy Hoornweg en Ronald Scheur. Beetje jammer. Die zakte terug, dus hun kon ik wel oppakken. Dat was heel fijn. Alleen tweede 5 kilometer. Helemaal alleen gelopen, dus dat is jammer, maar wel derde plek en dik PR, dus ik ben tevreden. Hoi! Oh, de laatste 2 kilometer helemaal alleen? Ja, volgens mij de laatste 4 zelfs al. Dus die wind was best... daar was echt flink wind tegen. Dus, dat viel echt best wel tegen. Maar goed, ik ben een beetje bijna 45 seconden eraf, 29-15, dus ik ben heel erg tevreden. Een mooie stap gemaakt en nu op naar het NK 5000. Dus, En hoeveelste team is het voor jullie allebei? Voor mij de derde. Okay. Ik heb dit jaar voor het eerst in Portugal eerst een 10.000 gelopen. En toen in Italië. Oh ja. Ja. Toen eerst niet, toen wel, toen eerst niet. En nu dan de derde keer. En alle drie weer een hele andere race. Ja. Want Italië was denk ik nog warmer. Ja, daar was het echt bloedheet. Het was 30 graden en zon. En nu ging het wel. Nu was het ook wel warm. Maar dat merkte je pas later in de race. En daar merkte je het echt meteen al dat je je tempo moest aanpassen. Dus. Het was wel warm, maar op zich pas de laatste gedeelte kreeg ik daar echt last van. En het NK is nu je volgende wedstrijd? Ja, NK 5000. Dat is over minder dan 2 weken. Ja. Heel goed. Ja. En wat is de hoeveelste NK of 1000 is het voor? Derde ook. Vorig jaar hier en vorig jaar NK. Dus, nu is de derde op de baan dan en op de weg natuurlijk vaker. Dus, heel erg bedankt en heel veel succes bij het NK. Dankjewel. Zij pakt het zilver in het Nederlands kampioenschap. En dan wachten we natuurlijk op het brons. Het brons dat